Jetnet is opgericht door het Nederlands bedrijvenleven alweer 12 jaar geleden om ervoor te zorgen dat jonge kinderen meer belangstelling krijgen voor beta-vakken en technologiestudies. Wij vinden het heel belangrijk dat een technologisch bedrijf zoals Shell, dat die laat zien hoe de beta-vakken samengebracht worden tot die hoogwaardige technologie. Het doel van deze masterclass is dan ook om de beta-docenten te laten zien hoe hun vakgebied in de praktijk wordt toegepast. En dat met name op het gebied van de aardwetenschappen en de boortechnologie. Het zijn ook juist de docenten die hun scholieren kunnen inspireren in de mogelijke technische carrière. Informatie opgeslagen per blokslag. Het is heel leuk om een vakgebied wat niet het jouwe is te zien. Ik bedoel, het is ook nieuw als docent. En bijvoorbeeld het moment waarop ze vertelden dat er onder onze voeten gewoon een heel gebergte zit. Dan dacht ik, wauw, dat wist ik helemaal niet. En dan denk je ook van, maar leerlingen weten dat ook niet. Nou, ik vond het een ontzettend leuke masterclass. Ja, ik vind het heel leuk om met mijn vak bezig te zijn. En alles wat beta is, dat vind ik per definitie geweldig. En ik vind het gewoon heel waardevol voor mijn leerlingen, maar ook voor mezelf, om te zien wat er speelt in een bedrijf, met welke dingen bedrijven bezig zijn, wat voor carrière mensen achter de rug hebben. En ja, ook weer om een beetje kennis bij te spijkeren. Je bent bezig met het boek normaal in de les en er staan wel wat standaardformules in. En je kunt een rekensommetje doen, wat een autootje zo en een keer een waterflesje opwarmen. Maar op het moment dat je ziet dat koken en die druk in de ondergrond ook werkt, dat die mechanismen gewoon functioneren en dat mensen dat nodig hebben in een bedrijf, dan heb je die leerlingen wel. Dit is ook iets waar de docent leert over zijn grenzen heen te gaan. Het is niet alleen natuurkunde, het is niet alleen scheikunde, het is een compilatie van al deze vakken die dus tot hoogwaardige technologie worden bij Shell. En dat denk ik dat ook heel goed is voor docenten om te zien. Dit is wel weer een van de bronnen waarvan ik denk van nou, dit kan ik goed toepassen. En zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. En ja, daar ga ik zeker mee aan de slag. En sterker nog, ik heb al wat dingen in mijn lessen toegepast.